Het is namelijk zo dat het toch wel heel belangrijk is in een school om de lucht in de klas goed te verversen. Het is eigenlijk niet alleen in het belang voor de besmetting met corona te verkleinen. Men weet hoe meer CO2 dat er dus eigenlijk in een klas aanwezig is, hoe meer dat men eigenlijk de virus de toestemming geeft om zich te verspreiden. Maar toch gaan wij dit voorstel van principebeslissing niet goedkeuren. En ik ga u proberen uit te leggen namens mijn fractie waarom. Het is zo dat in 2008 lekker fris, op initiatief ook van toenmalig Schepen van Onderwijs, Schepen Marleen, samen ook met de scholen, er reeds een CO2-meter is aangekocht. De tweede, hier is geen enkele vraag vanuit de school toegekomen. Ten derde, scholen hebben inmiddels van het ministerie van Onderwijs extra toelagen daarvoor gekregen om de extra kosten, niet alleen voor de CO2-meter, maar ook voor andere zaken, uiteraard, de mondmaskers, noem maar op, te dekken. Het staat onze school dus vrij om al dan niet CO2-meters aan te kopen. En de vraag eventueel aan ons te stellen, die er tot vandaag niet is. Ik mag even graag reageren. We praten ook met scholen. En jullie hebben misschien gezien dat we op social media het voorstel deze week ook kenbaar hebben gemaakt. En we hebben daar ook van schooldirecteurs reactie op gekregen die tevreden zijn dat we zo'n voorstel doen. Het is misschien omdat er, als er vragen komen, omdat er vragen gesteld worden, dat er niet altijd wordt op ingegaan, dat scholen niet meer vragen aan een lokaal bestuur. Maar je kan als lokaal bestuur soms ook proactief iets doen, omdat je bijvoorbeeld in het kader van het educatief luik of in het kader van de volksgezondheid een aantal zaken wil doen. En als er één CO2-meter is op een schoolvestiging, dan kan je daar niet zoveel mee doen op vlak van educatie. En dan kan je in elke klas een keer iets meten, maar dat gaat dat niet altijd toe bijdragen. Wat je daarnet ook zegt, dat scholen vanuit de Vlaamse overheid ook middelen krijgen. Je weet ook dat scholen heel wat hebben moeten investeren om daar rond te doen. Schepen Christ zal dat waarschijnlijk wel beamen, dat er heel wat inspanningen moeten gedaan worden, dat er heel wat kosten moeten gedragen worden. En het voorstel van Logo Gezond Plus om groepsaankopen te doen, dateren al van even. Het voorstel waar wij naar verwijzen van de meter is een andere meter dan die van Logo Gezond Plus. Dat klopt, wij hebben naar Destelbergen verwezen, maar die CO2-meters worden niet alleen in Destelbergen gekocht. Hè. Die worden in heel veel lokale besturen, door heel veel lokale besturen gekocht, omdat ze dat belangrijk vinden. En tenslotte willen we ook ons woord van dank uitdrukken naar alle leerkrachten en directeurs die zich inzetten voor een goede omkadering van ons leerlingen in school. En ook naar de opvangdames die hun werk doen. Maar burgemeester, als u daarnet zegt, voor bijvoorbeeld opvang in de tweede week van herfstvakantie en dergelijke meer, als daar extra inspanningen gedaan worden, mag je er ook op wijzen dat ook dat vergoed wordt door de Vlaamse overheid, maar dat er in rond de 30 euro tussenkomst per opgevangen kind tussenkomst is vanuit de Vlaamse overheid. De waarheid heeft haar rechten. Het wordt niet alleen gedragen door het lokaal bestuur. Maar wij betreuren dat en dat ook hier die keuze voor die CO2-meters nog niet gedaan wordt. Kan misschien volgende maand of binnen een 2 maand dan naar voren komen. En dat kan het jullie idee zijn van we hebben nu toch een vraag van een school ontvangen en we gaan het nu toch doen. En dan is het toch geen voorstel van Open VLD Plus dat we moeten goedkeuren. Het is jammer dat jullie die keuze voor de gezondheid en dat educatief luik naar de leerlingen niet goedkeuren.